hem door. Ja, nee, dat gaat niet. Dat maakt veel te veel herrie op. Sleuken, slijpen in de muur. Nee, ik wacht wel tot jullie weg zijn. Ze mogen je wel een flinke dot opslag geven. Ach. Je zit in de zaak van pa. Tijdelijk. En al die tijd dat je in het ziekenhuis ligt, neem jij het van hem op. Ook tijdelijk. En op hemelvaartsdag verbouw je moeder de keuken. Ja, wat is eigenlijk het doen boven? Ochtendgymnastiek om weer in de broek te kunnen. Ochtendgymnastiek op hemelvaartsdag. Ik hoorde jullie op zo niet terecht. Ik denk dat ze eerst nog koffie wil. Kan niet, ik heb alles afgesloten. Oh ja. Geen gas en geen water. Vandaag ga ik leidingen leggen. En dan komt hier de kookplaat? Ja, ik doe het zaterdag. Dan moeten jullie wel weer een dagje naar het safaripark. Wat een monster. Ik begrijp er echt het nut niet van. Nou, hier ga je dus staan om te koken. En dan kun je daar gaan zitten, voor als je een feestje hebt of zo. Zou ze een feestje willen geven dan, wanneer? Als Ben beter is? Nee, die houdt niet van feestjes. Wanneer dan? Als hij dood is? Nou, ik geloof niet dat ze zo ver denkt. Nou, onbewust misschien. Een buurvrouw zei eens, als mijn man dood is, dan neem ik hem om. Ze was dol op de man en daarna ook op erop. Oh, het is echt een gruwelijk ding. Helemaal tien van. Want die heeft wel zo. Weet je nog laatst, zijn autootje? Ze wilde precies dezelfde als die. Ze moet de bougies laten nakijken. Ach, ze laat nooit wat nakijken. En ze laat ook nooit rolie verversen. Oh. Wie laat nooit rolie verversen? Jij? Ja, mij? Ja, jij. Ja. Hallo Tim. Hi. Je let nooit op je olie. Als ik Tim kan vragen ze altijd, mevrouw, zullen we even de olie nakijken? Die jongen had op de hoek, waar gaat het benzine mee? Ach, dat is toch zo'n schatje. Kunnen we nog koffie drinken voordat we gaan? Nee. En ik heb toen poesen gekocht. Ik heb alles afgesloten. Geen water en geen gas. En jullie gaan naar de safari park. En dat is nog een hele. Wat heb jij nou aan? Oh, ochtendgymnastiek. Kan weer in mijn broek. Heb je het gezien? Ben je nog bij de weekwatcher? Ja, elke vrijdag. Morgen gaat het weer. Wat zijn dat eigenlijk, weekwatchers? De bageringsclub. Oh. Zeker samen met de Tine Varkenvis. Onder andere, we zijn met z'n allen. En dan val je zo hard af, joh. En dan zal je baggeren. Waarom moet jij eigenlijk afvallen? Ik werd heel te dik. Je zei het zelf. Ik vrat dan ook elke dag anderhalf ons boterkoekjes bij het thee. Maar zo! Voor wie moet je nou slank zijn? Voor Ben, nou die in het ziekenhuis ligt? Voor ons? Voor wie dan? Voor mezelf? Voor Tine Varkenvis. Onzin, Tine is gewoon een vriendin. Tine Varkenvisser is de demon in je leven. Wat die zegt is Gods eigen waarheid. Hier, neem nou dat kokainman. Tine heeft er zeker ook in. Nee. Hij was van Tine. Ik heb hem overgenomen. Nou ja, Tine, hoor je dat? Je mag het toch wel een beetje gezellig maken. Het is niet verlicht dat ik eindelijk de keuken verbouw. Laat verbouwen door Tim. Ja, zo schattig van hem. Ja, nou wil ik toch eindelijk onderhand wel eens een keer beginnen. En jij zegt altijd dat ik mijn eigen leven moet leiden. En dat ik niet moet wegzakken in mijn middelbare leeftijdstrutterigheid. En je hebt ook gezegd, nu moet je iets aan die keuken doen. Maar ik heb niet gezegd, niet meer een leuk kookeiland. Zeg, kunnen jullie dat niet uitvechten in de dierentuin? Met een nijlpaar. Zijn er ook nijlpaarden? Hij heeft gelijk, hij wil opschieten. Ja. Ben, kan dat onderweg nog een nieuwe prijsje kopen voor je vader? Kan niet, het is hemelvaartsdag. Ja, gun. Ik had ze mee willen nemen naar het ziekenhuis vanavond. Ga jij ook eens een keertje? Nou, nee, we hebben mensen vanavond. Je gaat nooit. En het is tenslotte je vader en hij ligt er al zo lang. Ja, hallo. Ik heb overdag een baan en s'avonds wel wat leuks te doen. Nou, op een zondag, dat kan toch ook? Ik weet niet wat ik zeggen moet tegen die man. Je hoeft niks te zeggen. Je zegt gewoon, hallo, hoe gaat het? Nou, dat is dus al zo moeilijk, hè? Kom ik er binnen, ga ik al oefenen. Hallo, hoe gaat het? Hallo, hoe gaat het? Nou, lift in, elk lange witte gang. Hier en daar zo'n lijkleek wrak in zo'n karretje. Hallo, gaat ie? Het gaat er niet om wat je zegt. Het gaat om dat je aandacht hebt. Dat hij weet dat je je om hem bekommert. Dat doe ik dus juist niet. Nou, dat moest je juist wel doen. Wat kijk je? Niet goed, jeugdig? Nee, is goed, te ademen. Zal ik toch even wat anders aandoen? Nee, dan duurt het nog langer. Eén minuut, zo gebeurt. Is ze nou weer naar boven? Even andere broes aan. Ja, zo kom ik het er nooit meer klaar. Ga je zaterdag nog verder? Ja, dan zit ze toch morgen toch ook nog zonder gas en zonder water. Oh ja. En volgende week dan moet ik naar Duitsland. Moet je nou weer naar Sjoerdsbach? Nee, naar Ouwerstein. Oh, elke maand naar Sjoerdsbach of Ouwerstein. Ja, dat hoort erbij, hè. Eerst deed je vader dat. Nou,
bedoeling dat je de zaak overneemt. Nou, er is nooit geen sprake van geweest. Jawel. Nee. Als je bij me was in het ziekenhuis, is daar nooit iets van gezegd? Nee, daar is nooit over gepraat. Let maar op, voor de week spa dood zit jij vast in de zaak. En dat hadden we helemaal niet afgesproken. Hè? Jij zou afstuderen en dat is geen probleem. Ik heb een baan, dus jij kan heel... Ja, kom nou toch, zeg. Ik kan toch niet in de steek laten? Hij ligt daar voor die kuur in het ziekenhuis. Nou, als die klaar is, dan komt hij gewoon weer terug en neemt hij de boel weer over. Ach, jij gelooft toch ook niet in die kuur? Ja, waarom niet? Er gelooft niemand in. Nou, Sophie gelooft anders heilig in die dokter. Ja, als verraden heiland zelf, de oplichter. Wat nou, wat weet jij er nou van? Niks, maar het is een ander hetzelfde. Nou, ik begin gewoon dat ik maar zo'n kleren heb en dat jullie vanzelf al weggaan. Zonder iemand te waarschuwen. Heb je tenminste tegen de zuster gezegd? Er was geen zuster. Er was geen zuster? Het is hemelvaartsdag. Is er dan met hemelvaartsdag geen zuster? En geen dokter ook, dus ik kom rustig weg. En dan nog, als je me gebeld had, dan had ik je kunnen ophalen. Nee. Wat nee? Jij zou zeggen, blijf maar. Ja, dat is toch nodig? Het is toch niet voor niets dat je die kuur moet doen? En wat gebeurt er? Ze hebben nu ontdekt dat je weg bent. Nee. Ja, natuurlijk hebben ze dat gemerkt. Je ligt toch met z'n tweeën, hoe heet ze nou, die vrouw naast je, Verhulst? Maar die merkt het niet. Natuurlijk merkt ze dat. En als ze het merkt, dan zegt ze niks. Oh, heb je dat gevraagd? Heb je dat afgesproken? Denk erom, ik smeer hem, zeg maar niks. Nee, ze zegt niks omdat ze te ver heen is om er iets af te spreken of terug iets te merken. En dan nog, het is hier in huis een bende. Uitgerekend vandaag omdat Tim is begonnen met de keuken te verbouwen, omdat het hemelvaartsdag is. Ja, de rotheden zegt toen thuis kwam. Tja, ik heb onmiddellijk gezegd dat hij moet ophouden. Het is nog een wonder dat je me thuis treft. Want we stonden op het punt om weg te gaan, Lenny en ik. Naar het dierenpark. Het is dat ik even een andere blouse aan moest doen, anders waren we weg geweest. Maar je had het kunnen weten, want ik heb het je verteld. Gisteren of eergisteren, in ieder geval deze week heb ik het je verteld. Dat je naar het dierenpark zou gaan? Nee, dat wisten we vanmorgen pas. Nee, ik heb je verteld dat Tim op hemelvaartsdag aan de keuken zou gaan beginnen en dan op de zaterdag en de zondag erop weer verder zou gaan. Dat heb ik je verteld. Oh ja. Het is niet alleen ontzettend stom wat je gedaan hebt, absoluut idioot, komt ook nog eens verschrikkelijk slecht uit. Moet ik naar een hotel, bedoel je dat? Nee, schat, ik bedoel dat je het niet treft met je escapades. Is dat alles wat je hebt meegenomen? Die medicijnen? Scheerapparaat. Ach nee, Ben, wat heb je nou toch meegenomen? Schuilen was uit de kast van de buurvrouw. Nou, hinder niet. Ik zal zo meteen een pyjama uitwassen, hè. Het is toch maar voor een dag of wat, want je gaat weer terug. Sophie, ik ga niet terug. Wat is dat nou, natuurlijk? Ik zal even bellen naar het ziekenhuis. Maar naar het ziekenhuis? Ja. Ja. Als ze tenminste niet naar de ziekenauto hebben gestuurd om je te halen. Er is niemand in het ziekenhuis. Ze sturen in een zieke auto en je telt niet op. Ja, maar ze moeten toch weten dat je thuis bent? Ze hoeven niks te weten. Ja, ik kan toch even bellen? Nee, want zo gauw jij ermee gaat bemoeien, leek je vanavond weer in. Dat verdor ik. Beloof me nou dat je niet opbelt. Ik beloof niks. Nou, potverdorie! Verbindetje! Nou, als je het dan zo verschrikkelijk vindt om met die ander op een kamer te liggen, dan kunnen we toch proberen om een kamer voor je alleen te krijgen? Ik heb het al zo vaak gezegd. Als je er niet tegen kan tegen die vrouw, hoewel, ik begrijp niet dat je zo'n last van haar hebt, want ze is zo stil en zo zoet. Ja, zij is zo stil en zo zoet omdat ze de bek niet lopen kan doen. Nou, dan kun je ook niet zoveel last van haar hebben. Ga
dezelfde kuur volgt als ik. Alleen zij is al wat langer bezig. Nou, omdat je zin hebt om net zo stil te worden als zij, verdom ik het nog maar. Ach, bij de een zal het misschien heel anders uitpakken dan bij de ander. Je hebt gezien hoe ze eruit zag en gezien wat er van over is. Luister eens, ik heb zelf met dokter Lamstra gesproken en hij geeft je een heel grote kans. Nee, een gereden kans. En dat als dokter staan en ik wil het onderhand goed te begrijpen. Als het echt zo hopeloos is, dan zeggen ze dat tegenwoordig ronduit. Lamstra is de allerbeste. Dat hoor ik van iedereen. Tine Varkenvisser, de broer, is ook door hem genezen. Hij is de allerbeste. En hij is eerlijk. Hij is echt eerlijk, want ik heb het hem ronduit gevraagd. En hij heeft mij gezegd, mevrouw, ik kan u geen wonderen beloven, maar... Er is een redelijke kans. En die kans kan ik begrijpen. Ik ben ervan overtuigd dat als jij nog even doorzet... Gelul! Nou zeg, wat wil je dan? Ja, zeg dat dan eens. Wat, hoe stelt je dan voor? Geen behandeling soms? Thuis blijven? Niks doen? Ik wil er weer ophouden. Met die kuur? Nee, met alles. Ik wil eruit. Uit? Eruit stappen. Snap dat dan? Bedoel je? Ja. Ach, nee, dat bedoel je niet. Je weet toch wat ik heb? Dat is nou gelul. Maar je deur wilt het gewoon niet onder ogen zien. Ach, ze zijn tegenwoordig zo ver met de nieuwe methodes. Er is geen enkele reden om wanhopig te zijn. Wat is dit? Oh, laat het maar zitten. Oh, waar is dat voor? Om te slapen. Oh. Nou, je krijgt erin als je erin nodig hebt. En dan één tegelijk. Ja, ze zijn niet sterk genoeg. En ze zijn er ook niet genoeg. God, Ben, hoe kun je daar toch zo over praten? Ik dacht dat je me zou helpen. Ja, wat doe ik anders? Helpen op een andere manier. Zorg dat ik die middel krijg. Om in te nemen? Ach Ben, je bent in een depressieve bui. Het gaat wel weer over. Nee, het gaat niet over. En dat is het hem juist. En ik verdom het om die hele eindfase door te maken. Wie heeft het nou over de eindfase? Daar is toch helemaal geen sprake van. Als je nou ontzettende pijn had, maar dat heb je helemaal niet. Als je nou zo zwak was dat je niet meer kon bewegen. Maar je loopt, je eet, je drinkt, je lacht. Je bent goed bij je hoofd. Dat is hem juist. Ik wil eruit stappen nu ik er nog ben. Als mens, als man, als brein. Nu ik er nog redelijk zelf over kan beslissen, nu ik erover kan nadenken. Als het nog helemaal niet nodig is. Nog, nu zeg je het zelf. Nee, ik bedoel, als het absoluut niet nodig is, want er is alle kans. Schijt toch uit met die kans. Terwijl het niet nodig is. En je denkt niet aan mij? Natuurlijk denk ik wel aan jou. Maar je raakt me in ieder geval kwijt. Besef dat nou eens in Jezus naam. Nee. Alleen als je je aan iedere behandeling onttrekt. En dan heb je dat laatste nog, uitzaaiing in de hersenen. Ook dat kan genezen. Oh Ben, eerst heb je die chemotherapie geweigerd en nou weer deze nieuwe kuur. Nou, het is in ieder geval afgelopen. En als je nou nog zou kunnen helpen, als je in de goede spullen zou kunnen komen. Ben, luister eens jongen. Je bent blijkbaar helemaal overstuur geraakt in dat ziekenhuis. Dat komt natuurlijk door die vrouw naast je. We moeten zorgen dat je een andere kamer krijgt. Blijf nou vannacht rustig hier slapen. Dan denk je er morgen heel anders over. Probeer nou eens te ontspannen. Nergens meer aan denken. Alleen maar ontspannen. Heel rustig. Verdomme! Oh. Voor Ben. Heb je water? Nee, ingepakt. Oh, er is geen gas. Nee, er is geen gas. Ga dan zo'n waterkoker koken. Hier vlakbij is een... Het is iemand waterdag. Oh. Nou, Klaasje zal het toch ook leggen? Nou ja, als ik dan toch niks kan doen, dan kan ik net zo goed naar huis gaan. Hè? Ga je mee, Ben? Hier, weggaan. Ja.
kan doen, hè? Als ik toch geen herrie mag maken. Nee, we gaan. En Tim verzint er wel. Wat is het? Hebben jullie een tuinslang? Nee, ik heb geen tuin, dus ook geen tuinslang. Volgens mij heb je eentje. Oh god, je vader is helemaal in de war en ik weet niet wat ik moet doen. Ik zou eigenlijk het ziekenhuis moeten bellen. Maar ik mag het ziekenhuis niet bellen, zegt hij. Zal ik het toch doen? Zou de huisarts bellen? Jongens, ja, daar heb ik ook aan gedacht. Maar die zit op de Canarische eilanden en zijn vervanger heeft die snor. Snor? Mm. Zo'n vieze snor waar hij doorheen spuugt. Kan hem niet verstaan met die snor. Zal ik toch bellen? Nou, wat moet ik nou toch doen? Nou, ik zou ze gewoon bellen en zeggen dat ze moeten komen halen. Hij wil niet. Hij doet het niet. Hij gaat niet. Hij wil niet? Ja, dan met geweld zeg. Dat nou, Wendy. Ach, kan jij niet eens met hem praten? Ik? Ja, om hem te overtuigen dat hij terug moet. Het is voor zijn eigen bestwil. Hij kan die kuur niet zomaar onderbreken. Die moet hij afmaken. Het is zo stom, zo stom. Oh, wat is het toch een hemelsnaam egoïst? Jeetje, op zo'n ongelegen moment thuiskomen. Dat hij naar het gebouw is en wij een dakje naar de apen wil. Oh, Lenny, toch. Het is toch zo. Je eigen vader? Ja. Een doodzieke man. Je weet toch. Ja, ik geloof al lang niet meer in de kuur. Dus wat dat betreft heb je helemaal geen steun aan mij. Luister eens, ik heb zelf met de internist gesproken en met de neuroloog. Ja. Ik moet alsmaar aan de moeder van Tim denken, hè? Die had ook alle dokters en alle kuren gehad en het hielp helemaal niks. Nou, ze had van iedereen afscheid genomen. De poes zat al in het asiel. Nou, ik had zelfs de sieraden al horen. Een training en een armetje met de toepaas. En toen is ze bij die dinges geweest. Ach, die kwakzalver bedoel je? Nee, geen kwakzalver. Wonder dokter Piskijker. Een piskijker, een iriscopist. Tim! Ja, en toen is ze beter geworden van een dieet van zeemoelen, yoghurt en yoga. Hoe heet die dokter van je moeder nou ook alweer? Ik heb het stuk van. De kwestie is alleen. Je moet kiezen. Hoe heet die? Laat maar, ik hoef het niet te weten. De dokter van mijn moeder. Ja, daar kom ik nog wel. Zeg, je moet kiezen. Water of gas? Jongen, hou nou toch eens op over het gas en water. Kies jij maar. Nou, water dan. Zo'n flinke man, zo'n krachtige man, met zo'n sterke stem. Nou, vooral als jullie elkaar voor op de vis uitschelden. Bij elkaar, er was nooit één woord. Nou, niet nu, toen. Ach, toen niet. Het is voorbij al lang geleden. Jawel, maar ik wil erbij. Ik wil alleen maar zeggen, zijn stem is af en toe zo zwak. Dat is dan tenminste nog meegenomen. Lenny toch. Dat kun je dat toch zeggen? Als je naar boven ze thee brengt, hè? Je kunt toch geen thee zetten? Oh, ik weet niet wat ik moet doen, verdorie. Ik ga maar weer toppoesje eten van de zenuwen. Lukt het, Tim? Hallo. Ja. Ach. Hallo, hoe gaat het? Ja, ben sorry, hè? Voor de herrie. Ja, je snapt het wel, hè? Hoop ik. Ja, we kunnen geen thee zetten, maar misschien wil je toppoes? Nee, die mag hij niet hebben. Nee, dan. Zeg, wat hoor ik? Ben je weggelopen? Ja. Gisteravond in het ziekenhuis. Toen dacht ik lang zo te denken. Van stel, ik loop er gewoon uit. Zo smoort vroeg, nou een smerige rot ontbijt. Maar dat gaat natuurlijk nooit, hè. Op elke gang verwacht je dan een zuster die tegen je zegt. Meneer, waar gaat u naartoe? Dus ik gaf het plan al gauw op. Maar, hoe ging dat dan? Er was niemand. Het is wel zondag. Het is hemelvaartsdag. Ja, dus er was niemand. Geen zuster, geen dochter. Dus ik dacht. Nee, ik dacht helemaal niks. Ik heb op een tas gepakt. En ik ben weggegaan. En toch moet die vrouw naast jou iets gemerkt hebben. Ah, die merkte het niet. En op de gang kwam ik mijn broeder tegen. Die lette niet op me. En de lid stond de zuster. Die keek langs mij heen. In de hal heb ik aan de portier gevraagd. Kunt u voor mij een taxi bellen? En die zei van. Nou, er staat er even voor de ingang. Prachtig toch? Hartstikke mooi. Mooi hè? Mooi? Jullie doen net alsof dat het een gevangenis is. En dat is het ook. Terwijl ze dan alles doen om je beter te maken. Zusters ook, schatjes van zusters. Altijd even aardig als ik er ben. Wil je een glaasje sap? Ja, ja. Altijd even aardig, die zusters, verdorie. En jij ligt er niet in? Nee, maar als ik erin zou liggen, dan zou ik dankbaar zijn. Ik zou God
danken dat er mensen zijn zoals Landstra. Een internist die alles doet en het ook kan en het ook weet. Hij heeft succes gehad met de kuren, meerdere malen bij andere patiënten. Ja, zoals bij mijn buurvrouw zeker. En dan weglopen midden in een kuur, ook zo onbeschoft tegenover Landstra. Dus jij vindt dat ik mijn beleefdheid moet laten doodkwellen? Doodkwellen. Wat is dit? Oh, het koopeiland, weet je wel. Kantine Bakkevis. En dan komt daar de kookplaat. Ja, daar ga ik koken en hier zitten. Zitten? Ja, voor als de gasten zijn, dat heb ik je toch verteld. Nou, je bent heel wat van plan. Ik ben niks van plan. Nieuwe keuken, nieuwe blouse. Wou je dat zo meteen in de rouwkring zien? Dat is een valse opmerking. Die van mij is vals, die van hem. Je bent heel wat van plan. Daar bedoelt hij niks mee. Oh nee? Nee. Daar bedoelt hij mee dat je hier thuis moet gaan zitten met van die grote holle tranen en wel het basta. Zeg, weet je wat? Ik ga weer naar mijn kamer. Kunnen jullie samen uitvechten voor hoe dat wat ik allemaal bedoel. Zal ik je bed opmaken? Wacht, ik ga met je mee. Nee, eerst even onder de douche. Dat kan niet. Inhalen. Ook goed. Thee. Ja, gezet in de sensei op. Lenny, hoe kun je dat nou toch doen? Die man zo op de kast vragen. Daar vraagt hij toch om. Breng hem nou maar zijn thee, kan wij een dagje. Zeg, waar is mijn klem? Die thee weggaan en die arme man alleen laten. Ik had een stuk lang, met twee klemmen. Ga dan naar huis als je je niet kunt gedragen. De arme lag hier. Jongen, hou nou toch op over die klem. Breng hem zo meteen voordat hij koud is. Nou, als je geen klem hebt, dan heb je dus geen water en geen gas en dus ook geen verwarming. Hou toch eens goed lang, dan een klem. Het is hemelvaartsdag. Begrijp jij dat nou? Dat ze nog niet gebeld hebben, bedoel ik. Wie? Het ziekenhuis. Ze moeten nu toch ontdekt hebben dat hij weg is. Wel, nee, één meer of minder merken ze niks van. Zeg, je had er toch suiker in, hè? Ja. Kijk, het is toch maar één. Alsjeblieft. Zeg, heb je toevallig de klem in je zak gestoken? Hè? Nee. Ja, ik had zo'n stuk slang met twee klemmen, één klem los. Nee? Nee. Ja, dat komt eigenlijk, ik moet leidingen leggen. Dus ik was allemaal aan het slijpen. Nou ja, toen kwam jij thuis en bij wijze van noodoplossing heb ik nou een slang. En zeg, luister je eigenlijk wel? Dat is het. Ik zit in de klem. Ken je dat ook, uit je jeugd, dat je geen ruimte krijgt, dat je bewaard wordt? Oh, je bedoelt zo'n klem? Ja, nee, vertel mij wat zeg. Nee, mijn moeder was een cipier. Tim, kun je wat voor me doen? Nou ja, natuurlijk, je zegt het maar. Kun je, niet in het meteen en ook niet als cipier in de buurt is, kun je Helene bellen? Helene? Ja, ze zou vanavond komen naar het ziekenhuis en dan komt ze voor niks. Oh. Zeg haar dat ik haar één deze dag ook bel. Ja. Sophie wilde met alle geweld terugsturen. Ze probeert alles en iedereen op te bellen. Probeer het een beetje tegenhouden. Nou ja, ik zal het proberen. Ik kan dan natuurlijk niet de hele tijd langs gaan zitten om te kijken of ze niet opbelt. Hè? Nee, zolang je er bent is goed. Nou ja, zaterdag en zondag dan ben ik er. Volgende week dan zit ik trouwens in Duitsland. Daar wou ik het toch even met je over hebben, over die nieuwe klant. Ach, ik wil niks over de zaak horen. Oh. Sorry hoor. Nou ja, nee, ik snap het al. Je bent moe. Dat ook, maar het interesseert ook geen flikker meer. Die gaat je gang maar. Ja, totdat je terug bent, hè. Dat geloof je zelf toch ook niet in, hè? Ja, luister eens. Ik dacht dat je voor die kuur nu in het ziekenhuis bent. Ja, nou ben je natuurlijk niet. Wou je nog iets anders proberen? Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ik wacht in ieder geval die laatste ronde niet af. Wat je bedoelt... Nou ja, Ben, ik ben destijds gekomen, maar ik had eigenlijk een studie af willen maken. Ach, jongen, een studie afmaken en werkeloos worden zeker. Ik wil graag dat Sophie kan blijven leven, zoals ze gewend is. Met autootje, de kookplaat en de vriendinnen. Oké. Je weet zeker dat je die klem niet in je zak gestoken hebt? Ik heb geen klem gezien. Vergeet je het niet? Wat? Helene wel.
Mijn hoofdzuster zal het vragen, zuster Vermeer. Hallo? Hallo, mag ik? Zeg, hallo? Hé, ik hoor een snauw en nou is die weer in gesprek. Je mag niet bellen, dat wil men toch niet? Laat me. Ik wil alleen maar om raad vragen. Je moet niet om raad vragen, je moet om een ambulance vragen met twee hele sterke broeders. Ga toch op zijn. Raad vragen heeft geen zin, zeggen ze alleen. Ja, je zult toch de huisarts in moeten schakelen. Dat is het enige wat ze zeggen. Die zuster Vermeer is een heel aardig mens. Ze is er niet eens. Nee, er is helemaal niemand, dat hoor je toch van mij. Dokters, zusters, de hele reut, allemaal het safari park. Zo heb ik toch helemaal niks aan je. Ik vraag je wat ik moet doen en ik krijg alleen maar honende opmerkingen. Omdat ik het ook niet weet. Maar je bent het toch met me eens dat er iets moet gebeuren? Tuurlijk ben ik het daarmee eens. Jij er ook in. Ja, ik zoek mijn klem. Hij zoekt zijn klem. Ja, als hij geen klem heeft, heb jij geen waar. Ja, ik bedoel, hij moet toch hier blijven. Als je dat toch zelf wil, ja, dan moet je toch zeker zelf beslissen. Hè? Ja, en wat betekent dat voor mij? Hè? Ja, het zal een geweldige tijd voor hem worden. Geen gas, dus geen verwarming en het ijs valt nog uit de hemel. Oh, dat is het ziekenhuis. Het ziekenhuis, ik durf niet. Wat zullen ze zeggen? Neem jij hem. Oh. Hallo? Ja, ja. Nee, spreek met de dokter. Oh, ja? Ja, natuurlijk. Dat is mogelijk, hè? Oh, ze vinden het schandelijk en dat is het ook. Ik schaam me zo. Ja. Nee, ja. Nou, ja, wacht even. Ik zal ze zelf even geven, hè. Moment. Tine Zwankenvissers is zaterdag jaar. Of je ook komt. Ja, Tine. Ja, dat was Lenny. Ja, Tine, moet je horen. Ja. Ja, maar Tine. Wacht even, Tine. Hoera! Mijn klem. Hoera, hij heeft hem. Hoera. Nee, Tine, nee, het is hier niet zo'n hoera-stemming. Nee, het is namelijk zo. Ik ben uit het ziekenhuis. Ja, hij is helemaal in de war. Ja, hij moet zijn kuren. Weet niet of je zit te wachten. Ja, dat kan gewoon niet. Op een vriendelijk woord van mij. Zo verschrikkelijk stoel. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik, zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit, ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam. Ik heb je lief, ik heb je lief, ik heb je lief, wat moet ik zonder jou? Maak je dat een beetje bang? Ik heb je lief, 4 jaren tijd lang. Voel het heel vaak als je opstaat, of na de zomerse bui. Ik word al week bij de gedachten, jij die loopt in mijn lievelingsstraat. Is mijn hand die jij plots vastpakt als ik dommig naast jou fiets. Komt ook, dat is nou het gekke, zelfs door helemaal niets. Ik heb je lief, ik heb je lief. Zijn 4 hele
Nou ja, jij hoeft niet te blijven. Jawel. Nee hoor. Jawel, ik heb mijn moeder beloofd om op te wachten. Nou ja, ik ben er toch stappig genoeg. Nee, dat is niet genoeg. Nee, ik heb al zo moeten doen dat ze naar de verjaardag van Tine Varken vissen ging. Ze wilde niet, maar ik heb het gewoon doorgezet. Ja, ze vindt niks zaliger dan een visite bij Tine. Ja, ze moet verder doen, ik heb geen idee. Ze kan niet altijd thuis blijven en ik kan niet altijd voor in. Nou ja, gisteren is toch ook naar het ziekenhuis geweest. Ja, met de was van mevrouw Verhulst, omdat ze vond dat het moest. Ja. En mooi voor niks, want die internist zat in Californië. En daar zei ze, ja, u zult toch de huisarts in moeten staken. Maar die zit op de Canarische eiland. Zie, zijn jullie er nog? Ja, het was maar lekker, dus we hebben het wel. Maar Sophie is wel weg. Ja, die is eerst naar de supermarkt en daarna naar Laan. Eerst naar de supermarkt? Ja, zo. Oh, niks. Luister eens. Ja? Ik kijk naar een bezoek. Bezoek, mooi. Van René. René? Ja, ik wist dat Sophie vandaag weg zou zijn. Maar ik wist dus niet dat jullie hier vandaag zouden zijn. Ja, nee, ja. Ja, je hebt natuurlijk liever dat we weggaan. Ja, dat kan helemaal niet zo. Nee, maar waarom ga je lekker boven zitten? Boven en droog, hè? Ja, dat wil natuurlijk ook. Alleen, Lenny blijft ook? Ja, ik kan ze moeilijk wegsturen, hè? Maar waarom is dat een punt? Nou, ja, ik vind het ze vertelt het waarschijnlijk eens op. Wel, nee joh. Nee, die is volwassen genoeg. Nee, ik zal wel zorgen dat ze de mond dicht houdt. Hm? Ach, dat is zo bespottelijk ook, hè. Dat ik nu nog steeds al die verhoudingen uit elkaar moet houden. Die in het ene vakje en die in het andere vakje. Dat is een belachelijk in al die jaren. Ja, waar maak jij het toch druk over, joh? Helene werkt toch gewoon bij ons? Ja, maar dat weet Sophie helemaal. Dat heb ik allemaal geheim moeten houden. Ja, maar wat dan nog? He, ik bedoel, je mag toch wel iemand op ziekenbezoek krijgen? Wat is dat nou? En van wie? Dat moet ze toch zeker zelf weten. Hm? Je hebt gelijk. Ja. Als ze komt, stuur ze dan maar mijn RCD aan. Ja. Hij krijgt zo meteen bezoek. Bezoek? Ja. Ben krijgt bezoek. Iemand van kantoor. Ga weg. En hij wil er niks met werk te maken hebben. Helene van Schuik. Helene? Ja. Ze vroeger vriendin. Ja, ze werkt bij ons. Ze werkt bij u. En daar is ze juist weggegaan, 10 jaar geleden, om die hele toestand. Nou ja, ze werkt dus weer bij ons. Heb jij me niks wel verteld? Nee, God, nee, moest dat dan? Geen woord heb je erover gezegd. Wat doet ze dan? Secretaresse? Weer? Nee, ze zit op de loonadministratie. Idioot zeg. Dat je daar nooit iets van gezegd hebt? Waarom ja. Niet? Ze werkt maar een paar middagen in de week, hè. Ja, maar je hebt er niks van gezegd. Je wist toch dat... Ja, ik wist helemaal niks, moet ik het weten dan? Ja, omdat je het hele verhaal kent en al meer dan 100 keer van mij gehoord hebt. Ja, oké. Ik heb het je niet verteld omdat ik wist dat het een traumatische ervaring was. Traumatisch? Ja. Voor mij? Ja. Ik was geen kind meer. Ik was al 14 hoor. Nee, maar toch. Ja, het was een rottijd, dat wel. En eng. Doodeng. Maar dan kan ik er nu nog wel koeltjes tegenover staan. Ik hoef nu niet meer aan die deur te staan luisteren in mijn nachtjapon. Of Sophie Ben met de broodzaak te lijf gaat, of misschien nog net niet. Idioot, alleen. Dus die verhouding is altijd doorgegaan. Nou, dat weet ik niet. Tuurlijk weet je dat wel. 10 jaar geleden was hij opgehouden, dachten we. Nou ja, 10 jaar geleden kenden we elkaar nog helemaal niet. Maar jij hebt het wel het een en ander over verteld, maar ik kan er eigenlijk nog helemaal niet over opwinden. Het spijt. Sophie wilde scheiden. En Ben zat met zijn vriendin in Averkampen. Niet voor lang, want hij moest kiezen. Tussen haar en die vrouw. Die vrouw. Ja, ze werden altijd afgeschilderd als een van de monsters. Ik kende ze nog niet eens, maar ze was de grote genoegen van mijn droom. Een soort van piel. Ja, toen is ze een keer naar ons toe gekomen. Nou, mijn zus Betty en mij. We zaten in de ijsloon en dan kwam een juffrouw naar ons toe. Reuze aardig mens. Maar ja, ik wist toen nog helemaal niet dat. Hallo, luister je wel? Ja, ik luister. Toen heb ik ze een keer zien zitten in Ben zijn auto. Die stond geparkeerd. Ja, en die kwam langs en daar zaten ze. Ik vond het walgelijk dat je je zo ontzettend kunt schamen voor zoiets op die leeftijd. Onbegrijpelijk. Wat zeg ik nou zelf, wat is het nou normaal dan een getrouwde man die vriendin heeft? Het is abnormaal als hij begint. Het klassieke gezinsleven, het monogame plaatje, dat moet overeind gehouden worden.
dat eindelijk afgesproken? Oh, hij moet haar gebeld hebben. Achter zijn vieze rug om. Daar kan ik dus helemaal niks tegen zeggen. Luister je wel? Ja. Nee, je mag er niks tegen zeggen, nee. Is dat in het complot? Ach. We geven rendezvous. Gaat dan weg? Weg? Nee, ik heb een moeder gelopen om op het water te passen. Nou, blijf dan. Ja, wat nou? Mag Ben soms geen vriendin op bezoek krijgen? Zeg ik dan dat dat niet mag? Ik vind het alleen raar dat het zo stiekem doet. Oh. Het is zo smoezelig. Het gaat hier om oude mensen. Oude mensen moeten niet meer... Hoe weet je dat ze... Reken maar, komt ze voor? Wel, nee. Nee, daar ben ik veel te ziek voor. Daarvoor is hij niet te ziek. Oh. Nou ja, het gaat in ieder geval niks. Bemoei het niet mee. Komt gewoon omdat jouw vader niet is. Stel het is jouw vader. Nee, stel het is je moeder. Jij bent bezig met de klanthuis en vlak naast je ligt je moeder met de belastingcondolent. Terwijl je vader even sigaret is halen. Zou je dat vinden? Mijn moeder. Ja, hoe zou je dat vinden? Zou me van de meevallen. Tee. Is heeft ze eindelijk het vertrouwen dat ze even weggaat en dan gaat hij nog gauw even bellen om zijn vriendin... Ja, nou praat je toch ook als de eerste beste burger terug. Ja, ik praat als de eerste beste burger terug, maar het idee dat het al die tijd is doorgegaan. Achter zijn vieze rug. Nou, ik geloof helemaal niet dat het is doorgegaan. Het is meer opnieuw begonnen, zeg maar. Zie je wel. Jij weet niet. Wat zag je? Ik zag helemaal niks. Ik constateerde alleen. Van hé, Anna, oh. Dan heb jij iets gezien. Anders denk jij niet. Hé, hey, aha. Want als ik iets gezien had, dan had ik gedacht van, oh la la, foei foei, maar zo was het niet, op kantoor. Oh, dan kan ik het gewoon doorlopen hoor, maar ik dacht, we kennen elkaar toch. Al is het een tijd geleden, maar ik volg hem ook wel allemaal hoor. Ik hoor al goed van Ben, Ben is getrouwd in Parkwijk, en van Tim hoort pas iets over jou. Oh ja? Ja, we werken tenslotte met elkaar. Vanmiddag in de week, loonadministratie. Vandaag op het even werk toe. Natuurlijk, over het werk praten. Sophie is niet thuis. Nee, dat weet ik. Daarom kom ik ook nu. Ze heeft al emoties genoeg. En ik wil niet dat ze ook al eens geconfronteerd wordt met al die pijnlijke herinneringen. Oh, vandaag. Jullie wonen toch niet hier bij ze eerst zo? Nee, we hebben een eigen flat. Maar Tim is hier aan het verbouwen en toen kwam Ben thuis gevlucht uit het kerkhuis. Bedoel, ziekenhuis. Oh, moeilijk toestand natuurlijk. Ja, toen was Tim de sleutelsluiter. Maar, we hadden even geen glas water, maar ik kan nu meteen. Zal ik? Nee, dank je. Zit je op zijn werkkamer? Je hebt hem zeker de hele tijd niet gezien. Ik ben bijna geweest in het ziekenhuis. Nou, Sophie wil hem terugsturen, maar hij wil niet. Ja, wat doe je eraan? Hè? Je kunt hem slechts schreeuwen, dus stop het in die ambulance duwen. Verzorgen tegenover de buren. Heeft geen Tim? Nee, zit je op zijn werkkamer? Ja, zal ik even wachten? Nee, ik weet het. Ze weet het. Je zei dat je alleen zou zijn. Je spuit op je dochter. Ik wist het niet dat Tim en Lenny vandaag hier zou zijn. Het was een hele Ik had Lenny niet meer gezien sinds ze klein was. God, dat maakt hem allemaal veel moeilijker. Je bent helemaal overstuurd, kindje. Ah, kom hier. Sorry, het gaat alweer. En? Is het gelukt? Gaat je omhoog? Ja. Je hebt ze? Ja. Heeft je broer je ze gegeven? Nee, de deel is per slotverrekening. Dokter, en daar hoef je dan niet op te rekenen. Iemand anders dan? Nou, doet de kaartje helemaal niet toe. Heb je ze bij je? Nee. Ik kon het niet opbrengen, Ben. Hier komen in je eigen huis. Met 25 tabletten in mijn tas. En dan zeggen, alsjeblieft, veel plezier ermee en wel rusten. Ben ik kom het niet. Maar alleen, hoe krijg ik ze dan over het bos soms? Dit is toch wat we afgesproken hebben? Maar waarom heb je ze nou niet meegenomen? Wat dacht je? Ik dacht, misschien kunnen we er ook eens over praten. Maar waarover praten? Over het wel of niet doen. Ach, godzeg. Dan ben je net als al die anderen. De dokter, de psychiater, zijn zus in het ziekenhuis. De mijn vrouw, de slager op de hoek, het weekblad Margriet. Iedereen wil me met alle geweld in leven houden. Sophie zou me nog liever vermoorden dan als ze me iets gaf. Zo
wel steeds, je wordt beter. Dus wees heus wel dat dat niet waar is. Ja, maar ouwe hoeren dit. Moeilijk zijn. Moet ik het einde afwachten? Voor wie moet ik moeilijk zijn? Voor haar? Voor jou? Voor mijn kinderen? De een zit in de park, die zie ik toch nooit meer. En die andere staat waarschijnlijk aan de deur te luisteren. Nee, die zijn samen in de keuken bezig. Oh. Nou, ik zou wel eens niks verwonderen. Altijd bezig met rotte opmerkingen en wilde dingen te doen. Ze heeft de pest aan me. Ach, kom, nou ben je dat voor beeldje, maar. Dat is zo. Maar dat doet er even toe. Haar kan ik wel aan. Het gaat er om. Je hebt ze maar, je hebt ze niet bij je. Waarvoor ben je dan gekomen? Waarom ik? Dat is helemaal een topping. Omdat je me vroeg om te komen. Ja, als zulke dingen. Als een boodschappenmeisje. Dan ben ik dus een boodschappenmeisje. Een van de alleraardigste en moeilijkste boodschappen die iemand zich maar in kan denken. Terwijl je alsmaar consideratie hebt voor zijn consideraties tot in het bespottelijke. Ik ga weg, zoek het maar uit. Oh, je hebt gelijk. Ik ben laf en egocentrisch. Helene, ik hou zoveel van je. Ook al kan ik die begeerte niet meer opbrengen. Ik ben een mens die bezig is langzaam maar zeker dood te gaan. En hartstikke hoort daar niet bij. Sorry dat ik zo uitviel. Terwijl ik consideratie voor jou. Maar dat is het hem jou juist. Omdat jij degene bent die vindt dat ik het doen moet. Nee, doe het mag. Daarom roep ik jou wel op in. Voor mij is het niet zo'n taboe. We hebben er al over gesproken. De laatste keer dat je bij me was in Bergen. In mijn huisje aan zee. Aan zee. Kom dat maar. Een paar dagen aan zee. En dat kan niet? In mijn huisje? Dat zou het allermooiste zijn. In jouw armen. Wat is dit? Het is niet meer goed dat je ze niet hebt meegebracht. Hier kan ik het niet. Hier is te veel leven. En dan bedoel ik niet alleen te veel herrie, dat is dit, maar ook ja, te veel dagelijks leven. Het idee dat het leven doorgaat. Als ik er niet meer ben, kan ik het moeilijk verdragen. Maar als ik er zee ben, dan heb ik al een stuk eeuwigheid voor me. Dan mag het dagelijks leven hiervoor doorgaan. Ach, ik daas. Nee, ben je daags helemaal niet. Dat is het, dat is de oplossing. Afgezien van alles, het is hier veel te lawaai voor je. Je moet rust hebben. Maar hoe had je dat dan gedacht? Dat ik nu met je meega, dat Sofie straks thuis komt en dan zegt van, waar is pa? Oh, die is even met zijn vriendin naar Bergen. Nou, waarom niet? Zeg op. Lach weg het uitgesloten, mama. Ja, uitgesloten. Nou, gaat het nou om haar of gaat het nou om jou? Je hoeft niet stiekem te vertrekken, Ben. Je moet eerlijk zeggen dat je een paar dagen met mij meegaat. En dan komt de ruzie en die ruzie neemt op de koop toe. Luister, Ben. Tijdens je leven heb je nooit kunnen kiezen tussen haar en mij. Nu het om je dood gaat, nu kun je niet. Ja, je hebt gelijk. Dit misschien, ja. Maar bedenk wel dat ik steeds zo, ja, dat ik zo vermoeid ben en dat ik steeds in elkaar zak van vermoeidheid. Ik help je, schat. Ik help je. In de schaduw. En nooit is wat zon op je gezicht. Jij doet altijd een stapje terug. Want zo ben je. Jij in het donker. Ik in het licht. Dus ik krijg altijd de volle aandacht. Jij hebt de zorg en alle pijn. Jouw mooi gezicht bleef anoniem, altijd. Mijn waarheid in al die schone schijn. Maar weet je dan niet dat jij mij kracht geeft? Mijn zon in mijn hemelsblauw. En jij bent degene die alle macht heeft. Want jij bent de vleugels van mijn vlucht. Waarschijnlijk heeft niemand in de gaten hoe jij me meereist in mijn hart. Hoeveel ik werkelijk van je hand, want dat doe ik zou niet meer kunnen.
Zeg maar al die boodschappen in de regen. Wat is er gebeurd? Ik kreeg hem niet gestart. Sta je hier nog voor de deur? Nee, ik ben het winkelcentrum. Vanmorgen deed ik prima. De boodschappen gedaan, ben weer ingestapt, wel verder naar Lara en nou vertikt je het. Ja, neem onze auto toch? Nou, ben ik helemaal klaar. Jullie auto? Nee, daar kan ik niet in rijden. Nooit iets van gezegd? Ja,
Maar je wist toch wie ze was? Je maakt mij niet wijs dat jij niks al wist van de hele affaire. Nou ja, ik ben even wel eens ooit iets verteld, maar ik snap niet waarom dat was zo eng overgedaan. Nee, dat begrijp ik ook niet. Waar ga je naartoe? Droge pensie aantrekken. Van de rotgevoel die kwam ik uit. Maar je moet met Tine. Tine kan barsten. Je gaat ook niet naar ze toe. Waarom niet? Oh, doe dat nou niet. Jullie zeggen zelf. Er is niets aan de hand, alleen een oude kennis. Doe niet zo zenuwziek. Ja, maar dat komt enkel. Ik ben zo bang voor Stennis. Ik maak geen Stennis. Jawel, je raakt al geëmotioneerd. Nu al. Je hebt niet alleen klamme kuiten, je bent helemaal broeierig. Je ging toch fijn met Tine? Ja, Tine kan barsten. Oh, zie je nou wel. Je laat het hoor, je gaat niet naar ze toe. Dat doe je niet. Van mij ga je naar buiten, kan ik niet schelen. Desnoods een blokje om. Een blokje om? Moet ik mijn huis uit? Omdat mijn man die vrouw bij zich heeft. Daar gaat ze weer, die vrouw. Ja, wat moet ik dan zeggen? Oké, niet die vrouw. Helene! De haat waarmee je dat zegt, de haat. Je gaat niet naar ze toe, dat is niet goed voor hem, al die opwinding. En waar hij nou mee bezig is, is dat geen opwinding dan? Je deed toch niet dat ze in bed liggen? Ja, dat zou helemaal het toppunt wezen in mijn huis. Maar die man is doodziek, die wordt niet meer beter. Dat zeggen jullie. Het is zo, en nou ga je zitten en niet zo hoogvallig voor een of andere oude neidige hen. Een vrouw van kantoor. Je hebt geen noodziel en geen grijn te beseffen wat dat mens allemaal heeft aangericht. 18, 12 jaar geleden, dat is toch voorbij? Niet voorbij, dat zie je toch? Het was voorbij, toen, dat weet ik zeker. Je bent nog een tweede huwelijksreis gaan maken. Nou, Venetië notabene. Kreeg je nog maar in? Helemaal volgens de regels. Ja, en het is dus weer opnieuw begonnen. Al jaren aan de gang misschien. En ik wist het niet. Oh god, wat stom, ik wist het niet. Ja, heel stom. Jij wist het toch ook niet? Nee, maar ik ben getrouwd. Als je man zo vaak op reis moet voor de zaak, dan zit het er natuurlijk dik in. Zo is het toen ook gegaan. Dan moest hij naar Schoesbach of naar Auerstein. En dan nam hij haar mee. Soms zei hij alleen maar dat hij naar Schoesbach moest. En dan gingen ze samen in haar huisje zitten. En zo is het dan ook uitgekomen. Omdat ze in Bergen gingen eten naar een restaurant. En daar werden ze gezien. Door Tine Varkenbisschen. Ja. Hoe weet jij dat? Gevocht hebben ervoor. Zij eruit of hij eruit. Waar uit? Zij uit de zaak of hij uit dit huis. Nou, geweldig dat je gewonnen hebt. Maar je moest er ook uit de schoen van de vrouwen staan, hoor. Wacht maar tot het jou overkomt. En er overkomt jou ook, want zolang Ben ziek is, moet jouw Tim ook naar Schoesbach of naar Auerstein. Hij doet maar hij zal het wel eerlijk zeggen. Het gaat niet om zomaar een keer een slippertje. Dat heb ik altijd ingecalculeerd. Al gaat hij een keer naar de hoeren. Kan me niks schelen. Maar dit was anders. Een relatie. Een heel diepgaande relatie. Was. Is. Zeg, Sophie is thuisgekomen. Ja, dat hebben we gemerkt. Ze weet dat je hier bent, Helene. Oh ja, natuurlijk. Zeg, nou kun je nog weg, hè, voordat ze hier naar boven stort. Hè? Ik bedoel, nou kun je nog, lijkt me ook beter voor Ben. Zeg maar dat ik nog even wil spreken. Zeg dat maar. Ik ga zo naar haar toe. Oké. Ben. Ja, sorry hoor, maar ik moet daar nog even lawaai maken. Het is weer gaan lekken. Je snapt het wel. Nee, dat is goed. Ja, het is heel vervelend, maar ik kan natuurlijk niet blijven zitten met een lek. Nee, het kan maar. Ik ga dan nog even met je mee naar Sophie. Doe dat maar niet. Laat mij het maar even inleiden. Het is toch logisch dat je een paar dagen echt rust wilt. Helene komt even goeiedag zeggen. Oh ja? Oh ja? Denk erom, je bent aardig. Oh, reken maar. Geen vals opmerken. Hoe kom je erbij? Geen emotionele toestanden? Natuurlijk niet. Geen sprake van. Ik voel het al. Scènes. Ga dan weg als je het niet tegen kunt. Weg? Nee, blijf erbij. Ik weet hoe jij bent. Je zwelgt erin. Ik zwelg? Waarin? In dit soort antieke afgezaagde driehoeksverhoudingen. Ja, van jonge mensen is het alleen. Laat staan van oude mensen, walgelijk primitief. Wat doe ik nou? Ik doe niks. Ja. En jaloerse rankeneuze durven terug, dat ben je. Hé, ja, ze gaan nog een poosje door. Altijd maar die stomzinnige jaloezie. En dat al voor een man die op een haartje naar dood is. En nou hou je op. Ik wil gewoon dat je aardig bent. Hé, kan dat nou niet? Als een opgevoed mens. Een opgevoed mens. Ik ben 100 maal beter opgevoed dan jij. Aardig zijn. Ja. Dag, Sophie. Oh, dag Helene. Ja, ik hoorde al dat je met Ben op ziekenbezoek was. Wat enig om je weer eens te zien. Dank je. Ja.
dat wel. Oh, dat komt door de lucht. Maar... Dus je wist dat Ben uit het ziekenhuis was? Ja, hij heeft me gisteravond opgebeld. En je dacht, kom, laat ik hem eens opzoeken. Nou nee, hij wilde me spreken. Voornamelijk over mijn broer Leo. Die is namelijk arts. Misschien wist je dat. Nou nee, dat wist ik niet. Ja, Leo is arts bij de CFP-stichting. En dat is... Ik weet niet wat een CFP-stichting is. Dat is een soort... Kan me niet schelen, hoor. Wat moet Ben met je broer? Ben wil met hem praten. Heeft u me niks over verteld? Nee, en ik weet ook waarom. Omdat jij hem Aldo terug wil sturen naar het ziekenhuis? Ja, natuurlijk wil ik dat. Hij moet zijn kuur afmaken. Ben wil het niet. Hij gelooft niet in die kuur. En hij gelooft niet in die internist waar jij zo mee werkt. En wel in een arts van de KGB? Is dat een alternatieve of een gewone verdieping? Hij is niet gespecialiseerd, gewoon arts. Oh. En zou die gewone arts het beter weten dan een Landstra? Nou, zou toch kunnen. Waar woont hij? In Bergen. In Bergen? Ja, je had toch een huisje in Bergen, is het niet? Dat heb ik nog. Oh, dat heb je nog. Daar gaat het nou niet om, Ma. Nee, het gaat erom wat Ben wil, vind je ook niet? Of als zijn wil tegen zijn best is. Nee. En wat maak jij uit? Nee, is een arts. Maar ik heb vertrouwen in, nee. Het gaat er toch om dat we Ben helpen, dat we dat eensgezind doen. Maar dat is het nou juist, we zijn niet eensgezind. En als ik maar naar iedereen moet luisteren die een wonderdokter weet, dan word ik stapelhorend op. Hij wordt alleen maar geholpen als hij terug gaat naar het ziekenhuis. Zij heeft een goed voor hem op het oog. Met yoga en met zeemelen. En van alle kanten krijg ik homeopaten, paragnosten, magnetiseurs, röntgenopaten, psychopaten, noem maar op, aangeprezen. Waarom is Landstra niet goed? Het is de allerbeste. Ja, de laatste keer dat ik hem sprak, heeft hij me zoveel hoop gegeven en vertrouwen. Ja, jou wel. Ja, dat is het. Jou wel. Als Ben heeft geen vertrouwen. Ze bedoelt, die mag toch inspraak hebben? Begin jij nou ook al? Waarom is dat? Waarom werken jullie allemaal tegen terwijl we op de goede weg zijn? En vooral jij, waarom kom jij hier? Om er iets heel anders aan te praten. Omdat je het vroeg. Waarom moet jij hier komen en vernielen wat er opgebouwd is? Sophie, alsjeblieft, kunnen we niet samen... Ja, vernielen we, al die jaren is opgebouwd. Ik kom hier op. Ga toch maar huis uit, schiet op. Alsjeblieft. Hé, 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 hou eens even op, zeg. Twee katten die vechten met een half dode kater. Hier, neem een topoes. Hou je er buiten, jij. Jij geeft niets om je vader en ik wil ook geen topoes. Sophie, alsjeblieft, kunnen we samen... Schrijf maar uit. Dat is het! Je moet er op lachen! Ja! Oh, Nathan! Lach, jongen! Afhouden! Hij wil wel, het lekt! Maar niet nu! Maar het lekt! Dat lekt komt later wel! Dan moet je het godverdomme zelf maar weten! Ik ga je weg, je kan barsten! Jamie, nee zeg! Donderdag mag ik helemaal niks meer doen omdat alles te veel herrie maakt. Toen is het in één keer gelijk, had ik die noodoplossing gemaakt. Maar je bekijkt het maar op. Kijk maar uit of je op zaterdagmiddag nog een loodgieter kunt aankomen. Je bekijkt het maar. Tim, ze meent het niet. Tim, echt niet. Elke keer als ik iets zeg, dan wordt er niet geluisterd. He? 3 dagen werk mijn eigen orde voor de familie. Hij heeft gelijk. En dat was niet mijn idee hoor, dat hele kookeiland. Nee, het was jouw idee. Geef het toe. Ja, maar wie wist dat toen dat Ben toch thuis kon? Ja, en toen mocht ik helemaal niks meer doen. Tegen het bespottelijk af. Oude buizen waren afgenomen, dus toen moest je ook de slijper sleutelen. Leugenslijper. En dat mocht niet. Ik weet het. Ik niet. Ja, oh, sorry Tim, sorry. Neem me niet kwalijk. Ik weet dat je hard werkt, maar het komt door al die emoties. En net nou de bezoek is. Tim, nu even niet, hè. Straks. Oké? Okay? Je zegt het. Ik heb nog aan de kastjes. Oké, waar waren we? Broer van Helene, als met GB gaat met Ben praten. Die komt dus hier. Nee, Ben moet daar naartoe. Ja, en die woont in Bergen. Ja, en ik heb daar een huisje. Ja, dat wist wel een geruime tijd. Ja, en Ben wil daar een paar dagen naartoe. En dan blijf ik even met mijn broer spreken. Ben wil een paar dagen... Wat zeg je? In mijn huisje, aan zee. Dat heeft een fijn niet altijd vindt aan zee. Heeft hij met jou afgesproken dat hij een paar dagen in dat huisje... Hoe? Alleen? Ja. Ha, dat kan toch niet? Hij kan niet alleen. Nou ja, ik ben er ook. Oh, en dat noem je alleen? Sophie, alsjeblieft. Ze bedoelt, er gebeurt niks dan in Bergen, hè? Niks wat niet te beuken kan, toch?
Hallo, jullie zijn er tenslotte rekening mee begonnen. Sinds wanneer is dit eigenlijk weer? Was het nooit weer? Oh, het was nooit opgehouden. Sluw alle valse vos. Maar ik wil alleen maar zeggen, hoe is het mogelijk dat ze nog steeds de jaloerse echtgenoot speelt? Speelt, zeg je? Puur natuur. Ook al ben je ziek, ik verwacht een verklaring. Nou, wat wil je weten? Ik kom thuis. Heel onverwachts kom ik thuis, hè. Ja, je moet het me niet kwalijk nemen, maar... Ik neem je niks kwalijk. Je moet kunnen begrijpen dat het een schok voor me is. Ik heb 10 jaar in de veronderstelling geleefd dat het voorbij was en dat het helemaal goed was. En wat was het ook? Nee, dat was het niet. Het was niet voorbij. Maar het was wel goed. Hoe kun je dat nou zeggen? Nou, het blijkt dat je al die jaren achter mijn rug op bent doorgegaan. Nou, al die jaren. Een tijdje was het niet, maar ach, jij zin. En dat moet ik nu, van de ene op de andere minuut moet ik dat verwerken. En waar iedereen bij is, waar de kinderen bij zijn, moet ik dat aanhoren. En dan nog het liefst van haar en niet eens van jouzelf. En ik die al die tijd gedacht heb dat het goed was tussen ons. En dat was het en dat is het ook. Hoe vaak moet ik dat ook zeggen? Dat kan niet. Dat met haar heeft niks te maken met dat van ons. Nou, dat heb ik je toen ook al proberen uit te leggen. Dat drong toen ook al niet tot je door. Dat zal nou toch niet tot je doorbrengen. Liegen en smoesen verzinnen, net als toen. Voor mij zijn die laatste 10 jaren één grote komedie geweest. Sophie, ik ben even moe. En dan te bedenken dat je nog altijd met haar naar het huisje in Bergen ging. Tot nu toe. Nou, tot nu toe. De laatste tijd lag ik in het ziekenhuis. Oh, daar kwam ze natuurlijk ook. Buiten de bezoekuren natuurlijk. En oh, wat hebben we vrolijk gevreden daar. Ik kom plotseling thuis en dat vind ik dit. Je moet je eens indenken wat ik het laatste half uur heb moeten incasseren ben. Ja, heel duidelijk, zeker, zeker. Zeg het maar. Wat moet ik zeggen? Dat het je geen moer kan schelen wat het allemaal voor mij betekent, dat ik dood kan vallen. Wil je dat ik dat zeg? Oké, ik heb het gezegd. En dat meen je? Nee, natuurlijk niet. Ik ben gewoon moe. Maar je was niet te moe om stiekem achter mijn rug om een afspraakje te maken op een tijd dat je wist dat ik weg was. Maar toevallig ben ik terug. Waar kwam jij weer terug? En ik hoor het. Over een dokter in Bergen, die broer van haar. Ja, dat wou ik eens proberen. Maar wat ik hoor over een paar dagen in haar huisje zitten, dat is toch zeker niet je bedoeling? En waarom niet? Voor de zee. Om daar tot rust te komen, niks anders. Maar dan kunnen wij toch een paar dagen naar zee? Lenny had wel om een uur bungalow te vinden. Nee. Het gaat dus niet om de zee, je wil bij haar. Sophie, ik wil nu graag dat je me even alleen laat. Zoals je wilt. Sophie. Ja. Dit hoeft allemaal niet meer. Al dat gedoe, dat is nergens meer goed voor. Het is voorbij. Ja, maar het is het nou juist. Het is niet voorbij. Jawel, het is voorbij. Voor mij althans. Ook dat is niet zo. Je wordt beter. Hoe vaak moet ik dat nou nog zeggen? Maar dan wel op mijn manier. Zonder ruzie. Mag toch? Bij die broer van haar. Als ik me kon voorstellen dat het hielp. Het gaat niet om jou. Het gaat hier nu even om mij. En om haar! Wel verdorie! God, zo met alle jaloersie doen. Je maakt me nog zieker dan wat ik al ben. Je weet dat ik van je hou. En altijd van je gehouden heb. Alle jaloezie slaat er totaal nergens op. Door het jaloersie gedoe hou je me in de klem. Je geeft me geen ruimte. Geen ruimte om te leven. En ook geen ruimte om dood te gaan. Soms word ik wakker. Wat voel jij? Een man gaat er door.
dan wel van tevoren? Wat? Nou, ik heb sterk de indruk dat je dit ziekenhuis afgesproken hebt. Begrijp alleen niet waar je hem niet in één keer mee naar Bergen hebt genomen. Er was niks afgesproken. Hier, het punt is dus, ik kan hem niet meenemen terwijl ik het zelf wil. Nou, van mij apart nemen we het vergoed mee. Maar het is niet zo netjes tegen ons. Vind jij dat Helene Ben mee kan nemen naar Bergen? Wil Ben dat? Ja. Nou, dan moet het kunnen, hè? Zover is het. Nee, ik bedoel, kan ze dan maken tegenover Sophie? Ja, dat moet hij zelf uitmaken, denk ik. En, dit is de stop. Wat bedoel je? Nou, Helene zit erop te wachten. Waarom? Op jouw toestemming. Het enige wat wij willen. Wie zijn Ben en? Ben en ik. Ben en ik? Nee, Ben en zij. Sophie, ik zal goed voor hem zorgen. Oh, juist, ja. Je zal goed voor hem zorgen. Gaat het daar nou niet om? 30 jaar lang heb ik voor hem gezorgd. 30 jaar lang. Begint ze weer met een huisvrouwenspootje. 30 jaar lang heb ik de carbonaatjes gebakken en de pendule afgestoft. En u het laatste jaar sinds een ziekte? Gisteren nog geprobeerd om Randstad te bereiken. Altijd maar naar dokters gelopen. En natuurlijk heb je 30 jaar voor hem gezorgd. Je deed het toch met plezier? En voor niks. Dat is het ergste. 30 jaar voor niks. Zonder salaris bedoel je? Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat die 30 jaar voor niks geweest zijn. Dat hele huwelijk van me kan ik nou zo aan de stoep zetten. Oh, nu ze zweet niet van mijn kant heeft uitgezien. Ik had niks liever gedaan dan voor hem gezorgd. Maar het mocht nooit. Altijd maar afwachten of dat je een keertje op reis ging. Naar Sjoesbach. Ja, soms zei je gewoon dat je naar Sjoesbach ging, hè. Zaten jullie lekker samen in de bungalow. Een enkele keer. En altijd maar uitkijken of dat we niet gezien werden. Ja, toen ben je een keer gaan eten bij de Russen jaren. En wie zat daar? Tine Barkenwisser. Ik wil alleen maar zeggen dat ik alles achterwachts en stiekem heb moeten doen. Dat was toch voor je eigen lol. Meiden, meiden, luister nou. 10, 12 jaar geleden is allemaal voorbij. Het gaat hier om een man die nog geen veertje van zijn mond af kan blazen. Nou, het maakt voor haar iets uit. Het gaat om haar. Het gaat helemaal niet om Ben. Het is haar huwelijk, haar man, haar bezit. Ach, bezit. Blij. Oh, je mond jij. Het gaat niet om bezit. Als je 30 jaar nou, alles... Ja, heb je die 30 jaar. 30 jaar alles samen hebt doorgemaakt. Ellende, geldzorgen, gedoe met de kinderen. Als je dat allemaal samen hebt doorgemaakt. Dan... Het is koud in huis. Ja, het is koud in huis. Daarom is het beter als ik een paar dagen weg ga. Dat vind je toch ook onder deze omstandigheden? We hadden het er net over. En het lijkt ons de beste oplossing dat ik een paar dagen met je mee ga naar Bergen. We mogen de bungalow een paar dagen lenen. Ze geeft ons een sleutel. Hé, hey Helene, jij geeft mij de sleutel. Geef maar. Ja? Dan kan Tim lekker doorwerken en dan komen wij na het weekend weer terug. Dan is het hier rustig. Is het de bedoeling dat ik jullie erheen rijd? Ja, jouw auto staat toch voor de deur, de mijne is kapot. Nou Ben, zo doen we het dus. Nee, zo doen we het niet. Ik ga met Helene mee. Zo hebben we het afgesproken en zo doen we het. Jullie bekijken het verder maar. Wat ga je nou heen? Je kunt nergens heen met vuile poesjes. Ik hou. Nee, blijf nou. Zeg, wat is er eigenlijk allemaal aan de hand? Sophie is het huis uitgelopen en Lenny erachteraan. En waarom? Omdat Ben met mij mee wil. En waar zijn ze naartoe? Geen idee. Ik hou. Dan hoor je dat, Tim. Eerst zijn er 2 die op me vechten. En nou lopen ze allebei weg. Nou, als ik jullie was, zou ik maar opschieten, hè? Want dadelijk komen ze weer terug. Tim, ja. Het gaat niet om zomaar een paar dagen aan zee. Dat is het juist. Ja, dat vind ik. Ik heb het u verteld. Oh, en dan zeg je zo koelbloedig, schiet een beetje op. Ja, hoor eens even. Van mij hoeft het allemaal niet, hoor. Oh, aardig van je. Nou, nee, ik wil maar zo zeggen. Als ze dadelijk terugkomen, dan begint het hele sodomiet weer opnieuw. Hè? Ja, kan mij niet schelen. Hij is eruit. Kom maar wel. Dat kan je toch zomaar niet meenemen? Helene, de baas. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten hoe. Vluchten kan niet meer,
Ik snap dat helemaal en je hoeft je ook helemaal niet te generen ook, hoor. Je moest dus
weten hoe schizofreen Lenny af en toe is. Ik? Ja, geef het nou toe. Nou, dat is zo. Ach, kinderen, als het om huwelijk en verhouding gaat, we zijn allemaal op de route. Toen ik over lag na te denken, heel gek. Eerst voelde ik het weer opkomen, hè, die woede. Ik kon het niet verdragen. Ik vond het monsterlijk, het idee dat hij nou op dit ogenblik met haar daar in Bergen... Ja, terwijl je eigenlijk dacht van, ja, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Hier is gewoon veel te veel herrie. Ben je er gewoon even tussenuit? Oh, zo ongeveer, ja. Laten we er niks meer over. De was waar ik erg om moest lachen. Ja, wat was er dan? Oh, vanmorgen in de badkamer, toen zag ik het. Ja, wat dan? Hij is zijn pillen vergeten en zijn zweerapparaat. Hij is zijn pillen vergeten en zijn medicijnen. Hij kan niet zonder. En zij zegt van, nou, ik zal goed voor hem zorgen. Nou, dat zien we. Ze neemt hem mee en ze vraagt niet van, heb je alles? Heb je je pillen? Heb je je scheerrommel? Nee, hup, gewoon weggegaan. Ja, dan moest ik niet lachen. Tja, nou zit hij zonder. Oh god, dat komt zij natuurlijk halen. Ja, zonder scheerspullen zou dat gaan. Hoewel hij zich de donder als die stoppels heeft. En de pillen, die drankjes en die tabletjes, die heeft hij nodig. Hij kan niet zonder. Ja hoor, die stuurt hij weg. Nou, ik wil eigenlijk vragen, Tim, als je het niet erg vindt, zou jij ze even willen brengen? Ja. Ik vind het als gebaar zo mooi, zo nobel. Tim, zo ver is het toch niet? Tja, Heeft geen haast, dat straks ook nog. Oh, fijn. Ik ga naar boven, opruimen en daarna uitgebreid in bad. Wat is er? Ik ben misselijk. Dat komt gewoon door die poes. Nee. Ik ga scheerapparaat naar pillen gaan brengen. Grote gods. Ja, dat doe je toch niet? Je bent tenslotte niet de loopjongen van de familie. Ja, nee, daar gaat het helemaal niet om. Zij heeft pillen voor hem geregeld. Wie? Wat? Helene. Ja, hij wil er tussenuit. En hij heeft het aan Sophie gevraagd. Ja, die wou niet. Maar Helene wou wel. Er tussenuit? Je bedoelt? Ja, omdat die kuur niet werkt en geen enkele kuur. Ja, maar dat had hij toch ook in het ziekenhuis kunnen doen? Dan stikt het van de slaap weer. Ja, nee, dat snap je toch wel. Als je daar een beetje te hard snurkt, dan pompen ze meteen je maag leeg. Thuis dan? Ja, als je dat doet, dan moet je het goed doen met de juiste pillen. Ja, en je thuis kan natuurlijk ook niet. Hè? Sophie die denkt in één keer van, hé, hey, wat laat je daar? Nou, die gaat meteen arts bellen. Ziekenhuis, ambulance, maagklop. Nee, als je het doet, dan moet je het goed doen met de juiste pillen. En dan erbij, hier was het veel te erg. Zo zeg, als er nou één manier is om van die herrie af te komen, is dat wel. Een beetje drastisch, maar het werkt wel. Ja, en hij kan het alleen naar zee. Alleen? Ja, dan begreep ik eruit in ieder geval. Alleen naar zee, in een duinpal zeker? Nou ja, in een... Nou ja, dat begreep ik eruit. Ja, hij bedoelt natuurlijk in dat huisje aan zee. Dat hebben ze zeker gisteravond verteld. Ja, ik wist het alweer. En je mocht tegen niemand iets zeggen? Ook niet tegen mij. Ja. En toen zijn ze naar Bergen gereden, dus misschien is het nu al, hoe lang duurt het dan? God, dat weet ik eigenlijk niet meer. Vind je niet dat we iets moeten doen? Iets moeten doen? Ja, ik bedoel, vind je niet dat we het moeten tegen houden? Nee, natuurlijk niet, als hij dat toch zelf wil. Ja, maar voor Sophie is dat toch... Je gaat niks tegen Sophie zeggen. Nee. Nee, maar je bent het toch met me eens, hè? Als Ben dat toch zelf wil, ja, dan moeten wij toch niet iets gaan doen? Ja, nee. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Maar hoe gaat dat dan? Hè? Hoe wordt Sophie dan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Daar is helemaal niet over gesproken. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Komt alleen het je dan vertellen, hè? Komt ze binnen en dan zegt ze... Oh ja, ze belt daar. Ding dong. Hey, Sophie. Ben is de pijp uit. Wat zeg je met haar van? Ja, nee, ja, ik vind het ook helemaal geen goed idee. Maar ja, ben jij er soms ook kapot van? Nee, eigenlijk niet. Het is eigenlijk raar dat ik er zo weinig voor ben. Dat ik zo weinig meeleef. Meeleef. Een raar woord in deze situatie. Ja. Nou ja, zeg, kan je
ik mag er toch wel even bij stilstaan. Ja, maar je gaat natuurlijk weer van alles in zitten denken. Ik wil toch een beetje weten hoe wat. Ja, dat moet je dus niet doen. Je hebt gelijk. Maar ik vraag me toch af. Dat moet je dus niet doen. Ik mag me toch... Nee, tiran. Ik vraag me toch, Dirk. Nou, ze heeft hem meegenomen naar Berk. Ze zat van alles in de koelkast. Ze hebben wat gegeten. Nou, en toen? Nou, toen is ze koffie gaan zetten. Oh nee. Nee, op een gegeven moment heeft ze gezegd van nou, hier heb je een pil, hè, half 75 en een pak yoghurt erbij, had zo heerlijk weg. Nou, dan is ze naar bed gegaan, langzaam gaan liggen, zelf een pilletje genomen. Morgen is ze wakker geworden en gedacht van, wat voor dag is het vandaag? Oh ja. Ben je nu al uit bad? Nou nee, ik moet nog maar, ik had zoveel op te rijden. Ik ga straks in bad. Is ze niet gebeld? Nee. Oh, ik dacht ze zal wel bellen over die pillen. Maar de mobieltje zal wel leeg zijn. Oh, ja. Wat ik zo even zei, Tim, van breng ze even. Doe maar niet, laat ze maar komen halen. Ik zou het heel brutaal vinden, maar ze moet waarschijnlijk wel. Nou, die schijnt het erg leuk te vinden, het idee dat ze komt. Ik moet al bedenken wat jij gisteren tegen me zei, Larry. Wat zei ik dan? Je zei, Sophie, je pakt het helemaal verkeerd aan. Je moet heel anders doen tegen die Helene. Luchtig en toch waar. En dan moet je er zo bij gaan zitten. Je denkt ervoor. Ja, dat was meer bij wijze van spreken hoor. Dus ik hoef in ieder geval niet naar werk dan? Nee, er is zelfs een kans, dacht ik, dat Ben vandaag ineens weer voor mijn neus staat. Oh ja? Ja, dat hij denkt van nou heb ik het wel gezien. Zeker. Ik kan mijn pilletjes niet nemen, het kan me niet scheren. Nou, ik zou het er niet te hard op rekenen. Nee, maar... als hij nou aan zee is, hè? Als hij er eindelijk is, dan zal hij er wel eens rustig. Dan kunnen genieten, ja. 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 Jij hield nooit van de zee, toch? Ik haat de zee. Het zal wel komen omdat we altijd naar de zee moesten toen jullie klein waren. Oh, met kleine kinderen moet je naar de zee. Alle weekenden, elke vakantie, toch ging naar het strand. Toen deed je dat nog met boterhammen mee. Pindakaas met zand, schepjes, kouvatten, regenbuien. En een vreselijk geschreeuw van, oh, ik heb mijn ruggetje verbrand. Die vader, die had eindeloos geduld. Ook met jou, Lenny. Zal wel. Ja, gek was die met je. Weet je nog die keer dat je enkel had gebroken? Nee. Ah. Eindeloos moest je met je oefenen, elke dag. Ook aan zee? Nee, ik wou allemaal zee. Hij had het over zee. Ja, dat komt omdat jullie zeiden, hij houdt zo van de zee. Ja. Heeft hij altijd al zee? Hij gaat toch ook elk jaar bad lopen? Hoog zodra hij beter is, gaat hij weer rekenen. Dan ging hij naar Pieterburen en dan liep hij met zijn vrienden naar Schiermonnikoog. Ik zei wel eens, wat hebben die mannen dat ik niet heb? Hij was niet te houden. Ja. Wacht eens even. Wat is er? Hij zei wel dat hij met vrienden ging, maar dat was natuurlijk niet zo. Wacht eens even, hij ging met haar. Oh. Dan begin je toch niet weer, hè? Oh, nee, je hebt gelijk. Nee, ik moet het van me afzetten. Oh. Denk nou eens gewoon aan de leuke dingen, hè? Die heb je toch ook met gehad? Je bent zo vaak met de prijs geweest, al die walgelijke plaatsen. Spanje, de Riviera, heb je toch van genoten? Ja, maar dat is het nou net, dat al die mooie herinneringen nou bedorven zijn. Hè? Onzin. Ja, dat vinden jullie onzin, maar ik kan het niet helpen. En het ergste vind ik nog dat ik hem voorstel om met hem mee te gaan, maar dat hij liever met haar wou. En nou hou je op hoor. Nu ga je bad in. Ja. Met heel veel schuim en heel veel crème. He? Nou, en als je eruit komt, dan ga je gewoon even naar buiten. Desnoods naar de Efteling. Oh, ik weet het niet. Stel dat er iemand komt. Stel dat ze komt. Nou, ik ben dat toch, hè? Dan neem ik wel aan dat er iets gebracht wordt. Er wordt niks gebracht, er wordt iets gehaald. Oh ja. Maar goed dan. Nee, toch maar niet. Nee. Ik wil er zijn als ze komt. En dan zal ik me precies zo gedragen zoals jij zei. Luchtig, doch waar. God. Tja, wat nou hoor. Niks aan te doen, hè. En nu? Ja, dan weet ik ook niet niks. Zullen we het dan maar gewoon zeggen? Nee, natuurlijk niet. Nee, daar rijdt ze dan meteen naartoe. Je moet ze meenemen. Je moet iets leuks met haar gaan doen. Ga over leuke dingen praten. Over
leuke broeken. Ook als je over leuke broeken praat, komt er altijd door op weg. Dat is de leukste broek die ze heeft. Nou, ik ga even wat zagen. Kijk je toch. Je kunt hier niet zomaar even binnenkomen vallen en zeggen, hier heb ik niet. Nee, waarom niet? En dan hier een beetje staan te trillen. Nee, dat doe je niet. Dat gaat echt niet, hè? Je was zo flink en dan stort je hier een beetje in elkaar. Hoe komt dat? Is dat omdat je je schuldig voelt? Had je zo'n idee van, had ik het maar niet gedaan? Een tikje te voorwaardig misschien. Niks gedaan. Het is wat hij wou. Ze is nog niet in bad. En ook nog niet onder de zon. Dus nog zeker van. Zie je nou wat? Zie je van dat? Vertel. Wat moet ze vertellen? Ik heb het weer te vertellen. Hier is de sleutel van mijn huisje. Wat moet ik er dan mee? Je moet het maar doen. Lijkt me het beste. Wat moet ik doen? Ja, wat bedoel je daar dan mee? Ben vinden. Ja. Hoe ik? Huh? Ja, maar toch niet Tim. Of jullie samen? Het is geen baas uit. Ja, nee, ze bedoelt, waarom wij samen? Jij hebt het toch al gevonden, neem ik aan. Ja, dan moet het iemand zijn die vindt, niet ik. En waarom niet jij? Omdat ik niet wil dat Sophie denkt dat dit... Dat je vermoord hebt? Ja, sorry hoor, ik word een beetje kibbelig van het gebreken. Het komt omdat ik niet wil dat Sophie denkt dat ik er de hand in heb gehad. Terwijl je daar niks mee te maken hebt, wil je zeggen? Je hebt verdorie mijn vader meegenomen, volgepropt met slaappillen, kom je het hier even te vertellen, dat wij de boel op kunnen ruimen. Oh, dat vind ik ontzettend unfair van jou. Dat slaat helemaal nergens op. En dat je het niet eens hebt over mijn vader is helemaal het toppen. Je hebt hem niet één keer in het ziekenhuis opgezakt, niet één keer. Geen moment, hè. Geen moment heb jij erbij stilgestaan wat het voor mijn vader moeder betekent. Nee, anderen komen er niet op aan. Ach, doen we je zinnen net. Len, ze bedoelt het niet zo. Ik bedoel het wel zo. Ik ga weg, ik kan het niet verdragen. Oh, makkelijk hoor, makkelijk. Ons de sleutel geven en zeggen, hier, regel de uitvaartdienst maar. Oh, je moest eens weten hoe makkelijk het was. Als de mama van je gehouden hebt, waar je nog steeds van houdt, je pitten smeekt om iets te geven. En je staat er totaal alleen voor. Niemand die er begrip voor heeft. Dokter, familie, kennissen, allemaal maar zussen en brengen. Ga maar zo terug naar het ziekenhuis, dat is voor je best wel. Zoals je moeder gedaan heeft, wacht maar rustig af. Tot je alle ellende en gruwelen hebt meegemaakt. Want dat hoort. Je broer. Ja. Die moet ik gaan doen. Die moet je sturen. Die heeft de spullen geregeld. Hij wil niet. Hij wil niet. Vanmorgen vroeg. Wacht nou. Rust. Kom nou in rust. Zitten op je doos. Zo. En vertel maar eens wat er allemaal gebeurt. Zeg, je hebt een ongezonde morbide belangstelling. Ze ziet toch dat ze niks liever wil dan vertellen. We zijn gaan wandelen langs het strand. Niet echt wandelen, een beetje langzaam lopen langs de branding. En we hebben eindeloos
zoon. Je zoon. Psalm? Psalm, zo'n psalm. Ja, ik dacht even. Nee, een hele oude zoon. Waar we zoveel van hielden. Thanks for the memory. Ja, en toen dat liedje afgelopen was? We hadden allebei het gevoel van, dankjewel. Dankjewel voor wat we samen gezien en gedaan hebben. Van flarden van herinneringen. We hebben zelfs gelachen. En toen? Toen ben ik weggegaan. Maar ik moest ze beloven dat ik hierheen zou gaan. Niet opbellen, zei ik, maar gaan. En toen ben je in de duinen gaan slapen of zo? Toen ben ik naar Leo en Yvonne gegaan. Ze waren niet thuis, maar ik had de sleutel. En vanmorgen vroeg ik, zag ik Leo. Ja, hij wist ervan natuurlijk, maar hij wist niet wanneer en of het al gelukt was. En toen vroeg ik of dat hij met me mee wou gaan. Ja, niet meteen, maar later op de dag. Ik was erg rustig en kalm. En zonder schuldgevoel. Maar hij wou er niets mee te maken hebben. Ja, hij was bang natuurlijk. Waarvoor? Nou ja, voor zijn naam, voor de gevangenis. Oh, ja, dat kan ik wel begrijpen van die man. Ja, ja. Komt hij zondagochtend zijn bed uit, op zijn blote voet op het linoleum, omdat hij plas moet gaan doen. Komt hij daar zijn zuster tegen en zegt, nou, ik heb daar iets in mijn hutje aan zee. Ja, dat is heel begrijpelijk van die man. Toen ben ik gaan wandelen, langs het strand. En ineens werd ik ontzettend paniekerig en angstig. En ik dacht, misschien is er nog iets aan te doen, misschien is het nog niet te laat. En ik moest mij dwingen om niet te gaan. En toen keek je op je horloge en dacht, kan het dan? Om 9 uur ben ik naar het huisje gegaan. En ik had het idiote idee dat de gordijnen open zouden zijn. En dat hij voor het raam zou staan en zou zeggen, schat, waar bleef je nou zo lang? Maar het was stil en de gordijnen waren dicht en ik wist. En toen ging je de slaapkamer binnen. Nee, dat niet, nee. Ik was bang, ja, ik weet ook niet waarom. En daar lag de brief. De brief van Sofie die ik mee zou nemen. Ze komt eraan, hè. Je kunt nou nog weggooien. Ja, alsjeblieft. Nee. Nou, laat dat nou gaan. Nee, ze vertelt het zelf. Aha, dacht ik het niet. Jehovah's getuige, hè? Maar ik hoor een hele conversatie hier beneden en Jehovah's getuige vraagt je meestal niet binnen. Goedemorgen, Helene. Goedemorgen, Sofie. Hebben jullie geen koffie gezet? Er zijn zelfs nog de poezen in huis. Nee, dank je. Blijf maar even. Je kunt er voor een ogenblikje blijven uitblijven. Hier. De medicijnen. Leg het allemaal wel goed op. Hè? Medicijnen? Het is een steergerij. Je kijkt zo verbluft, maar die dingen kwam je toch halen? Vanmorgen zei ik nog tegen die twee. Kijk nou toch eens wat ze vergeten zijn. Maar ik had wel zo'n vermoeden dat je ze zou komen halen. Hij kan wel zonder zijn scheerspullen, maar niet zonder zijn medicijnen. Enfin, dat weet je natuurlijk net zo goed als ik. Is dat bij jullie ook nog weer in Bergen? Ik geloof het wel, ja. En alles is goed met Ben? Ach, dat zal wel. Je zorgt natuurlijk goed voor hem. Sociaal heeft hij ook niet bij zich, maar hij zal wel een extra sjaal bij je hebben. Kan nog koud zijn. We hebben wel gemerkt toen de verwarming er niet deed. Ik kan nog onder de zonnebank willen gaan, maar ik zie dat de zon schijnt. We gaan een toertje maken, Linde en ik vandaag. He? Kan Tim lekker met de keuken? Je hoeft niet zo pijnlijk te zwijgen. Pijnlijk? Ik begrijp het ook wel. Het was natuurlijk niet zo leuk toen je ontdekte dat je nog even terug moest. Maar je ziet, valt reuze mee. Ik ben er heel nuchter onder. En dat komt. Ik zie het nu allemaal in proportie. Gisteren viel het me allemaal wat rauw op de dag. Dat geef ik eerlijk toe. Maar ik heb erover nagedacht. En ik redeneer maar zo. Leven en laten leven. Ja, zo is het toch. Leven en laten leven. Nou, ik ga maar eens terug. Vergeet die spullen nou niet, ik kan die halen. Jij blijft zitten op je doos. Je blijft? Waarom moest je blijven? Omdat ze iets te vertellen. Wat is er? Nee. Nou, zeg het nou. Nee. Wat is er? Nou, zeg maar die nou wat. Is er iets met Ben gebeurd? Zeg nou toch wat. Sophie? Ben heeft zijn medicijnen niet meer nodig. Jij hebt het gedaan! Ik heb niks gedaan. Ik heb hem alleen geholpen. Jij
gezorgd dat hij het kreeg, het vergif. Hij heeft jou hier laten komen, daarvoor. Wat ben ik stom geweest. Wat ben ik stom geweest. Ik wist dat hij erover nadacht. Maar ik wilde niet luisteren als hij erover begon. Nee, dat is het juist. Je wilde niet luisteren. Maar wie luistert daar nou naar zulke praatjes? Als er nog al een kans is, dan mag je niet meer luisteren. Wie doet dat nou? Ik. Juist. Jij hebt het gedaan. Ik heb niks gedaan. Hij wilde het zelf, Sophie. Hij wilde het zelf. Het is moord. Nou, zo moet je het niet zeggen. Ik zeg het, het is zo. Een moordenaar is ze. Sophie zegt dat nou niet. Zie je nou, moordenaar ze. Het woord alleen al. Ik blijf het zeggen. Ik blijf het zeggen. Maar wat? Melodramisch, hysterisch en bespottelijk. Terwijl ik alles, maar alles heb gedaan om te helpen. Alles gedaan heb om te vermoorden. Dit is voor de politie. God, Sophie. Je hebt zeker weer veel te veel CSI's zitten kijken. Ben tenminste blij. Blij? Blij dat het niet op een slippertje ging. Je was toch bang dat hij van je af wilde? Is dit geen troost, Roost? En jullie wisten ervan. Je hebt al meegeholpen. Een samenzwering. Nee, ik hoorde het vanochtend pas. Ja, jij wist het. Zeg op. Nou, ik had een hint gekregen dat ze het zouden doen. Hier heb je het al, dat ze het zouden doen. Met voorbedachte raden. Wel, zie je zo uit dan. Oh, maar natuurlijk. Die broer van je, omdat hij dokter is. Mooie dokter die daar aan meewerkt. God nog aan toe, wat een dokter. Maar daar zal hij voor gestraft worden. Ik zal zorgen dat hij aan de gang komt. En jij, je was hier de hele avond met Ben en met haar. Je wist het en je deed niks. Drink nou eens wat. Ik wil geen water. Drink nou. Ga je dat rond met je water. Je wist het en je deed niks. Je had Ben kunnen tegenhouden, mij waarschuwen. Ja, ik vind het heel rot voor je, Sophie. Maar Ben, die wou het zelf. En daar had hij alle redenen toe, en dat weet je. Hij had geen redenen. Er was nog alle kans voor hem. Nou, hij vond van niet. En ik vind het geweldig dat hij leren kon. En al die tijd niks zeggen. Nee, je was niet thuis. Oh, maar ik kwam terug. En jij lag te slapen. Oh ja, jij lag te slapen. Mijn huis. Te ronk op het logeerbed. Ik had me rot gewerkt. Hij had zich rot gewerkt. Hier, water en gas aangesloten. Want jij moest in bad. Het idee dat iemand kan gaan slapen terwijl die weet dat ze schoon waren. Ja, wat had ik dan moeten doen? Oh, maar nou begrijp ik. Nou gaat me er licht op. Nee, dat natuurlijk. Doe maar. Laat maar gaan. Des te beter voor mij. Des te beter? Wat bedoel je? Jij dacht dat de zaak die niet voor jou is. Waar jij de baas over kan spelen. Jij dacht, als die ouwe er tussenuit knijpt, dan krijg ik mijn kans. Ja, hey, kom, dan denk je daarom dat ik... Nou zeg, nou wordt die helemaal mooi. Ik ben gebleven omdat ik Ben niet in de steek wou laten. Ik heb hem zelfs moeten beloven dat ik zou blijven als hij... Terwijl Lenny de notarieën tegen is. Omdat hij bezorgd is om jou, Sophie. En dan krijg ik dit soort beschuldigingen. Nou ja. Sophie, ik heb een brief bij hem. Hij heeft een brief voor je achtergelaten. Kun je lezen wat hij het zelf wilde? En hij zei, probeer een beetje aardig te zijn voor elkaar. Dat vind ik nou aardig zijn voor elkaar. Ja, helemaal mee. Dat moeten jullie doen. En ik moest je uitleggen. Uitleggen? Lees die brief nou. Ze wil hem niet lezen. Een briefje achteraf. Eerst wordt hij het huis uitgelokt. Verlof. En dan moet zij het mama komen uitleggen. Krankzinnig. Met z'n allen gaan, gezellig. Kan Helene het nog een keer allemaal uitleggen? Lees die brief nou. Ze wil hem niet lezen, omdat ik hem heb meegebracht. Zelfs nou die dood is, neemt ze hem nog van me af. Sophie, ik heb niks van je afgenomen. Hij zei altijd, het een heeft niks met het ander te maken. Hij hield van je. Zelfs de herinneringen aan de goede jaren, zelfs die heb je nog kunnen vernielen. Onzin. Ja, vernielen, alles vernielen, zoals je altijd gedaan hebt. Zelfs de nagedachtenis vernieuw je.
Straks ga je ook nog de begrafenis voor hem regelen. Oh, dat zegt zij. Terwijl ik nooit niks voor hem heb mogen doen. Nou, dit dan toch wel. Ophouden nou, hè? Ophouden. Twee weg. Vijf die vechten om een dode vent. Daar zal toch iemand naartoe moeten. Dus ik denk dat ik maar ga. Nou, ik ga met je mee. Oh. Je gaat niet alleen. Alleen is bij je. Oh nee. Als ik het hier alleen maak met Vervreek je die op? Zeg, kan ik iets te eten voor je maken? Nee. En voor jou, Helene? Geef er een nee, douche. Oh, ik moet Betty bellen. Betty Barbara. Ja, hallo. Nee, met de schoonzoon. Mevrouw Verschuyt. Schoonzuster? Geef maar. Je bedoelt... Geef maar. Maar u bedoelt... Geef maar. Hallo, Yvonne. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Hey, wacht. Oh, ja? Ja, dat zorg ik zijn voor. Nee? Dankjewel, Yvonne. Dankjewel. Schoonzuster. Dan had je daar afgezet. Oh, nou, ik dacht dat ze hem naar de rouwkamer pakken. Hadden jullie het niet begrepen dan? Hij is niet. Ben is niet? Ben is niet dood? Nee. Hij is gisteravond in slaap gevallen. Ja, dat wisten we al, maar. Voordat hij is ingenomen had? Ja. 1 april. Moet ze hem niet even naar het ziekenhuis brengen, zijn maag heeft dan dat pompen. Oh, wat is er? Oh, niks. Alleen een hartklopje. Van de schrik en een opwinding en opwinding. Nou, dat is allemaal pompen leven. Ik had beloofd om hem te helpen. Ik heb hem in de steek gelaten. Oh, en dan voel je je schuldig omdat het niet gelukt is? Hij was al een beetje warm toen ik wegging. Oh, als we dan maar weer zover kunnen krijgen dat hij terug wil naar het ziekenhuis. Is hij naar mijn broer Leo gegaan om mij te zoeken? Ach, wat doet het er nou toe hoe het allemaal ging? Hij leeft! Nou, daar zijn ze, geloof ik. Oh, ik kom thuis, er is niets. Ik had hem niet alleen moeten laten. Ik had nog even gevraagd of dat hij benen binnenkwam. Ben! Voor een kop koffie. Oh, goddank! Maar... hij wou niet. Wie zijn jullie hier nu allemaal op het kruisje? Het is nog steeds koud. Wil je wat drinken? Glaas bier? Koffie, zal ik? Lenny, zet even koffie. Nee, want ik heb al genoeg gegeten en gedronken bij de broer van de Rijn. Het zat namelijk zo. Ik was ingedoezeld en toen ik wakker werd, toen was Sophie weg. Je bedoelt alleen. Je haalt ze een beetje door elkaar. Ja, dat zeg ik nu. Ja, en toen ben ik langs de zee gewandeld, want daar kwam ik tenslotte voor. Een smerig uit de Waalse Zee. Er leeft allemaal troep in en dode dingen en koud. En toen ben ik naar het huis van Leo gegaan. Ze wonen daar heel mooi met al die ramen. Heb jij enig idee wat hier gebeurd is? Wat er gebeurd is? Er is helemaal niks gebeurd sinds dat ik gisteren weg ben gegaan. Of was het hier niet? Er is niks gebeurd. Er is hier een heleboel gebeurd. Helene hier kwam met het nieuws dat je dood was. Nou, dat zijn we alweer vergeten op, Ben. Dat hindert niet. Heb jij enig idee wat dat voor ma betekend heeft? Laat maar, praat er maar niet meer over. Ik ben zo gelukkig dat het niet zo is. We moesten je stoffelijk overschot gaan halen. We hadden al bijna de rouwstoet gevormd. Ophouden, nu ophouden. Wat is dat nou voor nodig op dit moment? Laten we toch blij zijn. Voorlopig bedoel ik. Voorlopig mogen we toch wel even blij zijn. Heb je Betty gebeld? Je moet Betty bellen en Barbara. Och, wat zeg ik nu weer? Oh, ik was zo graag de baas gebleven. Op mijn eigen leven, mijn eigen dood. Maar die kans heb ik nu gemist. Iedereen wil me met al geweld hier houden. Ik niet, Ben. Ik niet, dat eentje. Nee, maar jij liet me uiteindelijk ook in de steek. Tim! Dat was de enige die je daar kon. Ja, ik vond dat je moest doen wat je wilde doen. En dat vind ik nog.
nodig hebt, waarschuwt als het nodig is. Zal ik doen? Tim, die wist hoe het zat. Met zijn klem voor je best wil. Hieruit te krijgen voor gas en water. Stamelende begonia. Ben, je moet gaan rusten. Kalm worden en nadenken. Ja, het is denk ik beter dat ik even naar boven ga. Ga jij even met hem mee? Ik? Ja, alsjeblieft. Het is niet waar dat ik hem haat. Gefrustreerde liefde. Ben jij met me mee naar het safari park? Ik wil naar de apen. Gewoon, normaal, neukende apen. Dan hard mee. Lees je nou toch die brief? Terwijl je hun samen boven laat gaan. Ik weet nou dat hij gelijk heeft en dat hij niet meer beter wordt en dat hij zelf moet kiezen. Ik heb het eindelijk door. Terwijl